Dames en heren, welkom bij Vergrootglas. In dit programma trachten wij dieper in te gaan op zaken en activiteiten die wat extra aandacht behoeven. Het Safe City project is meer dan een camerasysteem alleen. Momenteel is men bezig om voorbereidingen te treffen, zodat dit project nog eind van dit jaar kan worden opgeleverd. Hoe het werkt en wat het allemaal inhoudt, krijgt u van enkele stakeholders te horen bij dit project. De coördinator van het e-gouvernement-team, Gardelito Hewaki, de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Patrick Pengel en de directeur van het directoraat Nationale Veiligheid, Danielle Feira, gaan dieper in op wat dit project betekent voor Suriname. Het project Safe City is meer dan alleen maar camera's. Ik moet het benadrukken omdat ieder denkt dat het een cameraproject is, maar het is een project voor de algemene veiligheid, om de algemene veiligheid van ons land te verhogen. Het bestaat uit meerdere modules, namelijk de camera's op de verschillende locaties, een datacenter waar de camerabeelden zullen worden opgeslagen, een comment center waar de beelden opgeroepen kunnen worden indien er een delict moet worden opgelost, maar ook waar er monitoring plaats kan vinden vooraf. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan hoeken die druk zijn of als er een event is, dat er een extra oogje in het zeil gehouden kan worden op afstand. Maar diezelfde comment center zal ook dienen om wat we nu kennen als de oproepplek voor 115 of 110, dat we na december niet meer hoeven te onthouden wat specifiek het politienummer is of specifiek het nummer is voor de brandweer of de ambulance. Maar het moment dat we naar een van die nummers bellen, dat we naar het comment center toe bellen, er calltakers zijn die de telefoontjes opnemen en waar nodig dispatchen ze naar de nodige dienst. Het wordt natuurlijk efficiënt voor de burger, maar u wint daar ook tijd. Voor het geval u naar 115 had gebeld voor een brand en dat u daar moet horen dat u verkeerd bent en dat u naar de brandweer moet bellen. Nog een andere module die ik niet mag vergeten is het ELTE Rapid Communication System. Dat houdt in dat als er een calamiteit mocht zijn en alle communicatie is uitgevallen, dat snel opgezet kan worden, waardoor de veiligheidsdiensten met elkaar kunnen communiceren. Het Safe City project is bijzonder belangrijk. Ja? Vooral wanneer we praten over criminaliteitsbestrijding. Ja, we hebben het wiel niet uitgevonden. Het wordt al gebruikt in de internationale wereld. We zullen niet zeggen dus dat we de feiten achterna hollen. Maar het is toch wel een belangrijke tool. Ja? Het geeft ook een preventief gevoel naar de samenleving toe, dat men weet, ja, dus dat het cameraproject er is. Ja? We kunnen het van twee kanten bekijken. Preventief, zowel repressief. Preventief. De criminelen weten ook van dat ze in de gaten worden gehouden, indien er zaken zich in hun gedachtegang zich willen voordoen. Ik zei het al eerder, de gemeenschap weet dat er ook vanuit een andere hoek wordt gekeken naar ze. En het repressieve is wanneer de strafbare feiten zich er iets hebben voorgedaan. Ja, de nasporing. Wanneer de beelden eenmaal zijn vastgelegd, die opdracht komt vanuit het Openbaar Ministerie natuurlijk, gebruikt worden voor een bepaald onderzoek, dan hebben we eigenlijk de bevestiging, de aanwijzing, soms zelf het bewijs dat bepaalde mensen zich hebben schuldig gemaakt aan het gepleegd strafbaar feit. Of, we gaan nog verder, het middel dat er gebruikt is, de voertuigen. Dus ik heb in zo'n nutshell aangegeven van hoe belangrijk het is. Ja? Net wat ik eerder ook zei, in het buitenland, in New York is het zelf, er is een reductie van tientallen procenten. Ja? Wat het criminaliteitscijfer heeft plaatsgevonden. Waarom zou het in Suriname niet kunnen?
Het project Safe City is niet alleen belangrijk voor het Directoraat Nationale Veiligheid, het is belangrijk voor geheel Suriname. Zoals u weet, het Directoraat Nationale Veiligheid staat voor de waarborging van de nationale veiligheid van Suriname. En dan praten wij dus over alle gebieden die te maken hebben met het welzijn, welvaart van ons land. En in dit kader komt Safe City dan ook in. Wij denken dus aan de veiligheid van onze burgerij en de veiligheid van ook de mensen die hier komen, onze toeristen. De mens, we zijn heel erg publiek gericht wat dit betreft, de mens staat centraal. En wij weten dat door een extra oog te hebben op straat, wij niet alleen preventief, maar ook kunnen instappen wanneer er iets zou gebeuren. Het is dan ook voor toeristen goed te weten dat zij weten dat Suriname alle moeite neemt om een veilig klimaat te creëren. Niet alleen voor hun, maar ook voor de bevolking van ons land. Het is ook goed dan te weten dat wanneer wij in Groot Paramaribo, straks Wanica, camerabeelden hebben, dat wij, als er calamiteiten zouden ontstaan, wij gelijk met de zakendiensten gelijk erop af kunnen gaan om assistentie te bieden. En dan hoeven wij dus niet langer te wachten, lange telefoongesprekken, we weten wel hoe dat allemaal gaat, maar dat wij vanuit onze control room gelijk kunnen werken. Dus het is iets dat, het is iets dat komt vanuit de nationale veiligheidsstrategie op het hoogste niveau, maar dat wij dus denken aan het publiek gericht zijn voor wat betreft burgerveiligheid en zo dus dan het deel van nationale veiligheid. Ja, het ministerie van OWTNC is heel erg geïnteresseerd in de uitvoering van het project Safe City, omdat wij in de volgende fase naartoe willen werken dat wij ook verkeerstechnische informatie uit de data kunnen halen. Zoals u weet zullen de beelden opgeslagen worden in een beveiligde serverruimte. En deze data kunnen wij gebruiken voor verkeersstudies. Momenteel doen we bijvoorbeeld verkeerstellingen op een mechanische manier. Er wordt tel-equipment geïnstalleerd op bepaalde wegstrekkingen en daarna worden de data opgehaald. Maar u kunt zich voorstellen dat als de beelden gewoon live of later integraal bekeken kunnen worden, kunnen wij onze verkeersstudies, waaronder tellingen en het berekenen van verkeersintensiteit, kunnen wij dan gewoon vanuit onze afdeling verkeer uitvoeren. Verder is het zo dat we met de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties, de verkeerslichten, ook op afstand de mogelijkheid hebben om de cyclustijden aan te passen. Dus wanneer wij bijvoorbeeld een verkeersopstopping kunnen zien aankomen, omdat we zien dat er bijvoorbeeld enorm veel verkeer vanuit een bepaalde richting komt en we kunnen voorspellen wat de uitvalroutes kunnen zijn. Dan zouden we op basis daarvan zouden we bijvoorbeeld de cyclustijden van verkeerslichten, hoe lang blijft een licht op groen bijvoorbeeld, kunnen aanpassen op afstand met de laatste generatie verkeersregelinstallaties. Verder zouden we ook in samenspraak met de verkeerspolitie, zouden wij ook interventies kunnen plegen waar bijvoorbeeld verkeersagenten het beste geplaatst zouden kunnen worden om het verkeer beter te laten doorstromen. En vandaar dat wij dus heel erg geïnteresseerd zijn in het project. We zijn een stakeholder in het geheel. En het is voor ons heel erg belangrijk dat wij, daarom zijn we ook vanaf het begin betrokken geweest bij dit project. Omdat we vooruitkijken naar de toekomst. We weten dat er gewoon veel meer verkeer zal deelnemen, of veel meer deelnemers zullen zijn in het verkeer. Er zullen veel meer voertuigen zijn. En wat de verkeersveiligheidsaspecten betreft, kunnen wij dan daarop inspelen. Als u bijvoorbeeld ook denkt aan het langzamer verkeer, dus het kwetsbaar verkeer, de voetgangers en de fietsers, bromfietsers, dan kunnen wij ook op basis van de beelden, kunnen we dan kijken waar het bijvoorbeeld noodzakelijk is dat we gescheiden rijwielpaden aanleggen of dat we kijken hoe bepaalde situaties werken. We kunnen bijvoorbeeld onze analyses doen over gewijzigde verkeerssituaties of dat wij rijrichtingen veranderen tijdens bijvoorbeeld nu de uitvoering van de Zwarthovenbrugstraat, zouden wij dus kunnen kijken hoe bepaalde aanpassingen werken en op basis daarvan een evaluatie plegen en eventueel aanpassingen doen of kunnen concluderen dat de gewenste situatie of het gewenste effect wel bereikt is. Dus vandaar dat het voor ons heel erg goed is en
dat dit project, het Safe City project, samen met natuurlijk een belangrijke stakeholder, partner, Telesuur en eGov, dat wij dit project heel erg op de voet volgen. En we keken reikhalsend naar de volgende fase waar wij natuurlijk een veel groter belang hebben. Het is in de toekomst de bedoeling dat wij dus ook onze eigen control room zullen hebben, waarbij die zal in de Duisburglaan staan, waarbij wij dus op monitoren het verkeer kunnen blijven bekijken. We kunnen ook samen met de meldkamer van de politie kunnen we inspelen op bijvoorbeeld verkeersongelukken, als er een groot ongeluk is. Of dat wij zien dat er opstoppingen zijn bij de Weidenbosbrug, dat we veel sneller kunnen inspelen om het verkeer bijvoorbeeld te begeleiden via andere uitvalsroutes. In plaats van dat ze via aan de Van het Hoogruisstraat gaan, dat ze toch via de Saronbrug bijvoorbeeld naar de Koesweidenstraat omgeleid worden. En waardoor dus de burger er zo min als mogelijk last van ondervindt. Omdat wij vooraf kunnen anticiperen op situaties of veel sneller kunnen reageren op calamiteiten. Dus vandaar dat het ook voor ons een groot belang is dat dit project Safe City succesvol wordt geïmplementeerd. Het Command Center zal met name vanwege alles wat ik genoemd heb, eenmaal 24 uur draaien. Daarin zullen er dus nogmaals call tekers zijn, er zullen dispatchers zijn die moeten zorgen voor het doorzetten, maar ook specialisten die het camerasysteem zullen beheren en ook zullen moeten kunnen analyseren indien nodig. Wat er ook nog is, is dat we nu aan het afmaken zijn van het plan van wie er allemaal zouden moeten zitten, welke diensten. Als we één op één zouden afkijken, zouden we daar zeker politieagenten, militairen, brandweerlui en mensen die eventueel van nationale veiligheid, wie ben ik nog vergeten? Anyway, van alle veiligheidsdiensten zou er iemand daar moeten zijn in een shift van eenmaal 24 uur. Wij kijken, de veiligheidsdiensten, samen met e-government, kijken we naar wat die Surinaamse flavor zou kunnen zijn, want misschien hoeven geen militair daar te zijn, maar misschien wel iemand van NCCR. Dus wordt nu de laatste hand daaraan gelegd. En wanneer we praten over transparantie, heeft het er meer mee te maken dat de burger weet dat wij aanwezig zijn. Er wordt heel veel gesproken over privacy. Hoe ver gaat dat? Heb ik dan geen privacy meer als ik op straat ben? Ik wil dus dan ieder op de hoogte stellen. Het moment dat je op straat bent, ben je dus eigenlijk in publiek domein. En dan gelden er geen privacyregels meer zoals als wanneer je in je huis bent. De staat kent haar verantwoordelijkheid. Wij gaan niet inzoomen op uw huis. Maar wij weten wel dat wanneer u op straat bent, het is ook voor u een goed gevoel dat u weet dat u niet alleen loopt op straat. Dat is zeker belangrijk. Er zal sowieso een verlaging van het criminaliteitscijfer plaatsvinden. En naar die buitenwereld toe. Het geeft ook een veiliger gevoel. Want Suriname maakt deel van, van de internationale gemeenschap. Het is internationaal bekend over hoe onze natuur in elkaar zit. Onze diversiteit van culturen en volkeren. Men wil Suriname sowieso aandoen. Voor toerisme is het van eminent belang. En ook voor de investeerders. Dus het heeft ook sowieso zijn positieve werking naar de economische groei van Suriname. Met het Safe City project willen we dus naartoe. In een mooi algemeen zin is dus nogmaals om de algemene veiligheid van ons land te verhogen. Wat zien we in het internationaal gebeuren? Overal waar er een soortgelijk project wordt geïntroduceerd, vanwege die preventieve werking dat er gemonitord wordt, krijg je dat je criminaliteitscijfer dropt, omdat iedereen die van plan is een zak te rollen of een tasje te trekken, weet dat hey, Big Brother is watching you. Een tweede ding is dat als er iets is gebeurd, of er iets gebeurd is ergens, zoals het met een misschien een beetje moeilijk wordt genoemd in politionele termen, voor de reconstructie van bij een zaak, is het altijd makkelijker als er ook gewoon beelden zijn om te kunnen kijken wat zich heeft afgespeeld.
dan hoeft dat stukje van reconstructie misschien niet meer, maar met gewoon de beelden opgeroepen kunnen worden om te kijken what really happened. Voor het bellen naar 115, 110, daar krijg je dus echt een stukje efficiëntie. Minder tijd die je hebt te verliezen. Dit is een, per definitie een preventief mechanisme. Dus het gaat eraan toe moeten helpen dat men langer gaat nadenken alvorens men zich bezig zou houden met strafbare zaken. En mocht er wat gebeuren, dan kunnen wij gelijk zien en gelijk de dienst die daarvoor noodzakelijk zijn inschakelen, zodat we niet te lang moeten wachten om hulp te bieden waar nodig. Alles wordt vanuit het Openbaar Ministerie, gemonitord. Natuurlijk heeft het Directoraat Nationale Veiligheid een zeer belangrijke rol. Ja? Men staat er niet bij stil. Laat me dit ervan zeggen, de data zal nimmer negatief worden gebruikt. Altijd positief. Ja? Het is in het belang van de algemeenheid. Ja? Het zal nooit gebruikt worden om individuele privébelangen te worden behartigd. Nee, het is altijd het algemeen belang welke zal prevaleren. De hoofdverantwoordelijke hiervoor is eigenlijk de afdeling verkeer. Daar worden eigenlijk de verkeerstechnische zaken geregeld. Gewoon eerst op het hoogste niveau qua beleid. Je moet je voorstellen, parkeerbeleid. Hoe gaan we om met snelheidsverminderende maatregelen? Hoe gaan we doorstroming bevorderen? Wat voor andere maatregelen bijvoorbeeld? Heel actueel de ringweg, noordelijke en zuidelijke ringweg, die naar inrichtingswegen zijn veranderd. Dat valt allemaal onder het beheer van de afdeling verkeer. En deze control room zal dus ook daaronder vallen, omdat wij dus, het is niet alleen maar verkeerstechnisch, maar het is ook verkeersveiligheid. Dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn. Ook het onderhoud van wegmeubilair en dat soort zaken. Dat we met deze beelden gewoon veel meer kunnen doen. En vooral het studiegedeelte is voor ons heel erg belangrijk dat de data beschikbaar is om onze verkeersstudies te kunnen doen. Daarnaast kunnen ook studenten die bijvoorbeeld voor hun studie bepaalde data nodig hebben, zouden ook gebruik kunnen maken van deze data. Dus we hebben in het project Safe City hebben we natuurlijk het veiligheidsaspect in de ruimste zin des woords. Maar wij zijn vooral geïnteresseerd in het verkeersveiligheidsgedeelte en het verkeerstechnisch gedeelte. En vandaar dat dus dat gedeelte van de beelden voor ons wel ter beschikking zou kunnen worden gesteld of zal worden gesteld. En dat het andere aspect, het algemeen nationaal veiligheidsgedeelte, dat is natuurlijk, dat valt onder de veiligheidsprotocollen en normen van het Bureau Nationale Veiligheid of het Directoraat Nationale Veiligheid en Justitie en Politie. Daar komen wij helemaal niet aan, maar wij zijn echt vooral geïnteresseerd in de verkeersveiligheids- en verkeerstechnische data. Kijk, de data welke dus binnenkomt elke dag, als het zou gaan om zaken waarop gelijk gereageerd moet worden, dat gaat dus dan ook gelijk gebeuren door de ter zake afdelingen en instanties. En verder worden normale data gewoon ook geanalyseerd om dus na te gaan van, als we dus een voorbeeld zouden noemen, verkeersdrukte, laten we dat eventjes zo benoemen. Wat gebeurt dan in een bepaalde periode, in een bepaalde buurt, binnen bepaalde dagen? Hoe druk is het verkeer en wat zouden we daarop moeten laten inspelen? Dus de data gaan wij dus analyseren, er wordt geëvalueerd en er wordt dan bijgesteld door de verschillende diensten. Wij hopen natuurlijk ook wel dat dit niet iets is alleen van de overheid, maar de burgerij roepen wij ook op. Als u iets zou merken waarvan u zou zeggen van veiligheidsdiensten, u moet hierop toezien, want we hebben de camerabeelden, of u bent bezig camera-informatie naar binnen te halen. Maar er zijn nog een aantal zaken waarvan wij denken dat u het over het hoofd heeft gezien. Laat het weten. Ik denk ook wel dat wij de gelegenheid ook daartoe zullen bieden. Als het niet online is, kunt u ook gaan naar elke
politiebureau of zelf ook schrijven of bellen naar verschillende radiostations en dan aangeven waar de overheid op zou moeten letten wanneer wij dus doorgaan met dit project. Ik heb duidelijk kunnen merken dus dat men zich zorgen maakte of er al dan niet een inbreuk gemaakt zou kunnen worden op het recht van privacy. Dat is een van de basismensenrechten, staat ook verankerd in onze grondwet. In dit geval denk ik niet dat er een inbreuk zal worden gemaakt op de wet van privacy. En daarna, zoals ik het eerder zei, de camera's zijn als zodanig geplaatst in het publieke domein. Dan denk ik niet dus dat er een, of ik ben ervan overtuigd dat er geen inbreuk gemaakt zal worden. En terugkomend op wat ik eerder zei, het is het algemeen belang. Ja, het gebruik welke gemaakt zal worden van de beelden die zijn vastgelegd, zal in het algemeen belang. Het gaat om een stukje criminaliteitsbestrijding. Het gaat om een stukje veiliger Suriname. Intern en extern. Dus juridisch bekeken zitten we goed. We zitten heel goed. Wat houdt fase 1 in? Fase 1 heeft met betrekking op de camera's. Voor nu kijken we naar Groot Paramaribo. De strategische plekken, die zijn dus uitgekozen door de veiligheidsdiensten. Nog niet geheel Paramaribo, maar wat we wel doen is dat we ook direct kijken in januari naar de strategische locaties in Wanica. Er komt een fase 2, wat we nu aan het bespreken zijn, is de mogelijkheid om een oud cameraproject dat in principe bedoeld was voor verkeerscamera's. Er was daar een grant voor vanuit China. Wij zijn dus nu aan het bespreken om die grant te gebruiken als een add-on op het huidige Safe City project. En dan kan dat als fase 2 dienen, waardoor we dan kijken naar de overige locaties in Paramaribo, Wanica en de rest van de andere overige districten. Kijk, laat me dit ervan zeggen. Alvorens de politie, ja, uitrekt. Moet duidelijk sprake zijn van het vermoeden. Ja? Maar het vermoeden is slechts het begin. Er moeten ernstige bezwaren zijn tegen betrokkenen, alvorens er gehandeld wordt. Het is niet zo dat er à la dol gereageerd zal worden, maar ik zei het al eerder, men bevindt zich in een monitoring room. Wanneer men zich bevindt op een bepaalde locatie en de handelingen, het gedrag van de persoon komt verdacht over, zal er sowieso die persoon misschien zelf onopvallend van op een afstand gemonitord worden. Ja? Het zou helemaal geen goed idee zijn dat de politie, ja, om de kleinste verdachte bewegingen zou uitdrukken. Naar die gemeenschap zou het geen goed teken zijn, want we moeten ons ook nog vrijelijk kunnen bewegen. Snapt u? Dus die afweging zal een scherpe zijn wanneer de politie eenmaal uitdrukt om die persoon, om betrokkenen aan te houden. Want het gaat om de aanhouding. Ja? De staande houding, daar hebben we allemaal de bevoegdheid. Maar om de persoon aan te houden, om voor te geleiden aan de hulpofficier van justitie, dan moeten de feiten en omstandigheden duidelijk zijn. Dan is het niet slechts alleen maar een gedragspatroon welke zich eerder heeft geïtaleerd. Wanneer we het merken, gaan we het volgen. Want we mogen de plank ook niet misslaan. Snap je? En die samenleving, die onschuldige burger die daar zo staat, moet beschermd zijn. Daar gaat het nou uiteindelijk om. Het systeem staat er. Neemt eenmaal 24 uur, worden de beelden opgenomen. Ze worden opgeslagen in de datacenter. Indien er zich iets heeft voor gedaan, kunnen ze opgeroepen, teruggeroepen worden. De functionaliteit is dat waar nodig de technici in de comment center langs bepaalde camera's kunnen gaan. Natuurlijk kunnen ze niet alle 300 camera's op het scherm hebben. Maar als er een call binnenkomt van dat er een verdachte persoon of iets verdachts wordt gedaan, ergens kunnen die beelden natuurlijk aangesproken worden en dat in de gaten gehouden worden voor het moment. En waar nodig kan er direct worden ingespeeld op. En in het andere geval, in dat het niet gebeurd was, kunnen de beelden dus altijd weer teruggeroepen worden. Nou, men is nog bezig met de opzet. Ja, er komt sowieso een monitoring room. Ja, en het is zoals het in het buitenland gebeurt. Alle entiteiten zullen daarin plaatsnemen. Schermen.
Dus ieder heeft zijn deel welke behartigd zal worden. Ieder heeft zijn eigen professie. De politie zal erbij zijn, de brandweer zal erbij zijn, de mensen van het directoraat Nationale Veiligheid zullen erbij zijn. Want die gaan op basis van de beelden, ja, welke eigenlijk zijn opgenomen en vastgelegd, zullen ze dan hun intelligence op bepaalde zaken losgooien. Wanneer er een brandmelding is, rukt de brandweer uit. Ja? Een aanrijding of een verkeersopstopping ergens. Ja? Of stel dus dat er een strafbaar feit zich eerder heeft voorgedaan, is dat de politie. Dus ieder krijgt zijn deeltaak. Vandalisme is voor dit soort systemen niets nieuws. En het is ook niet een Surinaams ding dat we er speciale rekening zouden moeten houden voor Suriname. Overal ter wereld is het gebeurd en gebeurt het soms nog steeds dat men probeert om de camera's onbruikbaar te maken. Natuurlijk is er aan gedacht. Je zult ook zien dat het niet op een te makkelijke of te lage hoogte is. Het is naar de standaarden gekeken voor hoe hoog zo'n paal of zo'n installatie komt te staan. De veiligheid om de camera heen, voordat niet alle man hoe gemakkelijk die camera of de paal omver kan slaan. Wat belangrijk is, dat als u dat gedaan heeft, u ook op beeld bent, dus we de kosten bij u kunnen verhalen. Maar ook belangrijk om te zeggen dat als morgen een paal geslagen wordt, net als bij de EBS, hoeveel morgen die paal weer daar staat en weer werkend is. Dus er is gewerkt aan een stok om voor reserves, maar ook het onderhoud, want dat wordt ook vaak gesteld. Dat is nu, we zitten nu in een, eigenlijk vanaf december zitten we in een tweejarig termijn voor wat betreft onderhoud vanuit de leverancier. En daarna pakt Telesuur dus het onderhoud op zich. Neemt Telesuur het onderhoud op zich om ervoor te waarborgen dat dit systeem niet iets is van nu of een jaartje. Maar dat we er eigenlijk vanaf 2019 van kunnen genieten till the end of time. Voor wat de wetgeving betreft kan ik dus aangeven dat de zakeninstanties daarmee bezig zijn. Het is vaak zo dat de wetgeving misschien ook in Suriname een beetje achteraf komt nadat de zaken er al zijn. Maar ik mag de mensen wel geruststellen dat wij al bezig zijn naar de verschillende wettelijke regelingen te kijken. En die dan, zullen dan ook heel gauw worden bijgesteld en aangenomen. Bij stroomuitval blijft de camera werken. De camera is voorzien van zijn eigen backup. En voor wat betreft de datacenter, daar hebben we dus de UPS'en staan. En de noodaggregaten die ervoor zullen zorgen dat het totaalsysteem in principe geen downtime mag hebben. Nou, ik was heel erg onder de indruk. Ik ben al veel eerder ben ik wel geïnformeerd over het project en de mogelijkheden. Maar om het geheel live in werking te zien, ik was vooral onder de indruk van de beeldkwaliteit. Ik weet niet hoeveel maal de technicus had ingezoomd. Maar het beeld bleef gewoon heel erg duidelijk. Je kon gewoon detail onderscheiden van elkaar. Dat komt natuurlijk als je, één, dat je goede internetverbinding hebt. En twee, dat je de kwaliteit van de camera zelf en de zoommogelijkheden, dat heeft te maken met de kwaliteit van de camera's. Dat heeft mij heel erg verrast. Ik was daar heel erg blij mee. Omdat het gewoon aangeeft dat we een kwalitatief project aan het uitvoeren zijn. Heel vaak is de perceptie dat dingen uit China van mindere kwaliteit zijn en dat je heel weinig betaalt voor B- en C-kwaliteit. Maar ik moet de architecten van het project natuurlijk complimenteren. Dat ze heel erg gelet hebben op de kwaliteit van de hardware en de software die geleverd wordt. En wij zullen daar ons voordeel mee doen. Omdat wat ik heb gezien, ik was heel erg onder de indruk. En dan moeten ze voorstellen, dat was gewoon op één locatie. En wanneer dus die 100 locaties, 100 plus locaties een feit zijn en met elkaar zullen communiceren als een soort van veiligheidsnetwerk, zal ook het veiligheidsgevoel van de burger natuurlijk toenemen. De privacy discussie, dat is eigenlijk geen discussie, omdat je bent in een openbare ruimte.
Dus je neemt deel aan het, laten we zeggen, het openbaar, samen, de samenleving, het samen zijn. Zoals de PG had uitgelegd. En dan is er eigenlijk geen kwestie van privacy. Omdat je deelneemt aan een publiekelijk, je bent aan het publiek en dan maakt dat niet zoveel uit. Het belangrijkste is dat je je veilig voelt. Als je super private wil zijn, dan kan je ook gewoon achter gesloten deuren blijven. Maar voor mij was het heel erg goed om te zien dat met deze mogelijkheden ook onze, ook de politie, veel sneller kan inspelen op calamiteiten. De andere hulpdiensten, ambulances, de brandweer, kunnen hun voordeel doen met deze beschikbare data. En dat denk ik, hiermee denk ik dat wij stappen vooruit zullen maken. Het is niets nieuws. In heel veel grote steden is dit al een feit. In Noord-Amerika, maar ook in Europa. Het hebben van een cameranetwerk is iets van elke dag. En zullen we het Big Brother is watching. Maar je moet het vooral zien in het kader van dat we het gevoel van veiligheid willen verbeteren. En de mogelijkheden van onze diensten, dat ze meer de capaciteit geven om met hun middelen veel meer te bereiken. Dus ik ben er heel erg content mee en ik ben super tevreden over de kwaliteit tot nu toe. We hebben nog een weg te gaan natuurlijk wat de uitvoering van het project betreft. Maar dit gaf ons wel een boost dat het gaat komen. De datacenter uitbreiding is in volle gang en de installatie van de hardware is in volle gang. Dus het wordt werkelijk een feit. En tot zover deze aflevering van Vergrootglas, waarin wij extra aandacht hebben besteed aan het Safe City project. Bedankt voor het willen kijken en tot de volgende keer. Dag.